staan nu een jaar later in Aasterberg, ten zuiden van Roermond. Ja, hier zag het er een jaar geleden heel anders uit, want we staan hier in het gebied. Daarachter is de Maas, die enorm hoog stond. Aan die kant is de Geleenbeek, waar heel veel water vanaf kwam. En dat kwam hier eigenlijk in dit gebied allemaal samen. En dat resulteerde erin dat dat water tegen die dijk hier kwam. En we kwamen er op een gegeven moment achter dat die dijk niet hoog genoeg was voor zoveel water. Het was zomer, dus de dijk stond helemaal vol met begroeiing. Dus we hadden in eerste instantie, zag je niks, totdat je over de kruin ging lopen, die helemaal verzadigd was. En op dat punt daarachter zijpelde het water al over de dijk heen. Toen zijn we wel in actie geschoten, want hier moesten zandzakken naartoe. Dat is vrij snel gebeurd. Grote vrachtwagen hier naartoe. Met de bewoners uit de buurt en de dijkwachten hebben we samen hier die dijk volgelegd met zandzakken. Het feit was dat de hele kruin eigenlijk beschadigd was door het hoogwater, door de verzadiging van de dijk, door de vrachtwagen die erop gereden had. En dat hebben we eigenlijk na het hoogwater zijn we een herstelactie begonnen. Hebben we gezegd, dan gaan we de dijk iets verhogen en de kruin verharden. En dat heeft geresulteerd in deze nieuwe, mooie, stevige dijk in Aasterberg. Nou, we staan aan de Melicker Leigraaf. En die watert af op de Roer. Ja, ten tijde van het hoge water is dat een beetje omgekeerd eigenlijk. Want dan komt er zoveel water van de Roer dat die terug begint te stuwen. En door al dat geweld van het water en alle kracht is deze hele duiker eruit geslagen. Daardoor is ook een gasleiding vrij komen te liggen. En we hebben een mooie herstelactie hier gehad om die duiker mooi terug in het landschap terug te leggen. We voeren door heel het jaar veel inspecties uit om het gebied op orde te houden en te weten hoe het gebied er buiten bij ligt. En dit allemaal voor een veilige leefomgeving.